Hey, even een vraagje. Nou, Nicky gaat weer wat vragen, hoor. Meneer Kamar, even een vraagje. Ja, vraag. Ja. Hey, jullie waren gisteren, heb ik de een en ander gezien bij jullie collega's. Ja, maar meneer, mag ik vragen waarom jij me eigenlijk ging volgen? Nou, nou wij moeten ook gewoon naar de stad. Zie, wij moeten gewoon naar de stad toe. Oké, dan kan je doorrijden. Nee, maar nou, ik wil even rustig. Ik wil even vragen. Hij wilde wat vragen. Maar ga jij even voor mij uitstappen? Oh. Kom. Nou, Nicky. Ga je even checken op de rijbewijs. Nou, dan ben jij de lul, Nicky. Nou, dankjewel weer. Ik wil eerst even een vraag stellen. Ja. Oh. Voordat je mij dadelijk in de boeien slaat. Dan word je weer in de boeien geslagen. Ook dat nog, hè. In de bergen, bij een... Oké, maar meneer, kunt u even voor mij uitstappen? Jongen. Nicky, doe toch eens rustig, man, joh. Hij is me toch aan het onderbreken. Ja, meneer Skibberel moet ook even laten uitpraten, hè. Ja, ik onderbreek me ook niet, meneer. Dus... Het volgende, weet u toevallig hoe je daar die deur open kan maken? Nee. Die mijn? Oh, niet? Nee. We weten niet hoe... Nou, dank u wel. Dat wilde ik vragen. Zou jij dan heel eventjes aan de kant kunnen, zodat ik uit kan stappen? Nee, ja. Maar je staat behoorlijk in de weg. Oké. Okay. Nee, natuurlijk niet. Nee, ja. Ik denk, moet ik hem nou gaan slaan, jongen? Nee, ik heb twee VTA's openstaan, kerel. Oké, ja. Hier ging net ook politie heen, hè? Dat zag je dat of niet? Nee, is dat zo? Ja, hier is politie net heen. Oh, nou boeien. Dan rijden we daar toch gewoon. Ja, maakt niet uit. Ik gooi gewoon die knuppel naar hem. Oh, hij komt achter ons. Ja, natuurlijk. Oh, motor ook, hè? Ja. Kanes, ouwe. Die motor hebben niet gered. Ga weg. Ik heb twee VTA's ook open. Ja, gozer, ik heb toch die knuppel nog mee? Oh ja. Had je daarover nagedacht? Nou, maar die knuppelen we dadelijk wel op het agent. Ja, dat weet ik niet. Ik weet niet waar je heen gaat rijden. Ik ook niet. Dat weet je ook niet, oké. Okay. Goed ja. Ja, rijd maar gewoon door, want die lui kunnen toch niet achter je aan. Gewoon hier even naar beneden. Ja, anders moet ik ook mijn eigen autootje straks hebben. Maar als het echt niet kan, ik ga kijken waar bij mijn auto staat die nog benzine heeft. Deze zit net vol, dus... Even kijken, ik heb eventueel in... Oh, in Finewood heb ik die Camacho. We zijn ze al kwijt, of niet? De hele NPC gang op de grond aan, hè? Ook zoveel ook. Ja, je moet een beetje overal... Ja, omdat jij nog die VTA hebt, oh, clown. Hoe dan? Ja, je moet een beetje overal gaan pakken zo voor die lui. Ja, ik pak die al even links. Ja, die gaan ze hier wel allemaal achteraan komen. En dan hebben we die motor achter ons aan, daar komen we nooit vanaf. Ja, wel joh, dadelijk. En die kan ik nog wel een klap geven met die knuppel. Ah, oh, Nicky, wat doe je ons toch weer aan? Nou, waar moet je heen? Ja, Finewood eigenlijk, dat is mijn Camacho. Maar ik weet niet of ik zo die Camacho mag pakken, toch? Weet ik niet. Dat weet ik ook niet. Wie is dat? Hé, we hebben nog geen motorkap die auto. Njauw, tutut! Hé, Lan, verkeerde kant van de weg, Lan! Oh, Nicky, als jij dit opfokt, jongen. Maar je kan niet stoppen voor die motor. Meneer de motor? Ja. Wat is het probleem eigenlijk? Nou, je negeert een stopteken. Oh, had jij die gegeven? Oh, dat heb ik hem niet gezien. Ja, had ik niet gezien. Je was in gesprek met mijn collega, maar... Wat heb ik? Je was in gesprek met mijn collega. Je moet hem wel openzetten. Ik ben even in gesprek. Zet hem open. Als jij even naar beneden kan rijden. Oh. Ja? We moeten... Ik rijd niet, hè? Ik ben niet eens aan het rijden. Hallo. Ik wil even instappen naar beneden rijden, alsjeblieft. Ja, zeker. Blijf staan, vriend! Wat denk je dat je aan het doen bent? Ik werk mee. Ja, dat denk je maar! Met een bewusteloos. Nee, dat hoeft niet. Ik werk mee. Ik ga jou vastbinden, ja? Of in ieder geval je komt op. Als die politieagent komt, zeg dat hij weggaat, hè? Zeg dat hij weggaat. Helemaal. Laat hem weggaan, laat hem weggaan. Weggaan. Helemaal. Hij gaat weg. Oh, ik word helemaal gek, hè? Ik ga eerst zo'n klap geven hier. Oké, leg je spullen neer. Leg je spullen neer. Je komst wil ik neer. Je noodknop en je wapenriem. Oké. Ik heb alles op de grond. Ja, loop naar rechts.
100 meter naar rechts lopen. Lopen, lopen, lopen. Lopen. Oké, okay, we gaan. Ik sloeg hem wel van zijn motor. Oké, gas erop. Ja, nu kunnen we gewoon rustig weg, toch? Ja, ik weet het niet. Nou weet je dat ik een wapen heb. Oké, hij werkte wel gewoon goed mee. Dat is wel nice, man. Hij had ook gewoon zijn pistool kunnen pakken. Ik denk dat hij oprecht niet had verwacht dat ik een knuppel zou trekken. Nee, dat denk ik ook niet. Dat denk ik echt niet. Ja, maar dit is ook gewoon goed, weet je. Hij kan gewoon zijn spullen weer pakken. Hij kan gewoon door. Geen gezeik, weet je wel. Klaar. Mm-hmm. Dan jank hem even ergens naar Finewood of zo. Dan kan ik ook mijn Camacho pakken. Dan kan ik op zijn minst zelf ook nog wegrijden. Ja, heb je niet hier iets staan of zo?